Goedenavond beste kijkers, welkom bij Speco Insight. Het was weer een mooi voetbalweekend waarin veel te bespreken valt. In het eerste deel van het programma gaan we het hebben over topklasse OJC Rosmalen. Deze club kan op termijn mogelijk de stap maken naar de Jupiler League en is daarmee dichtbij betaald voetbal. In de studio hebben we clubwatcher Lars van de Heuvel en journalist van het Brabants Dagblad Quinten Ginnenbergen. Welkom. Voordat ik de situatie van OJC met de heren in de studio ga bespreken, schakelen we over naar initiatiefnemer van de voetbalpyramide, Daan Goort. Hij gaat ons vertellen wat de voetbalpyramide is en wat het inhoudt. Nou, dankjewel Ruben voor de aankondiging. Zoals je ziet hebben we een voetbalpyramide bedacht voor het Nederlands voetbal. Om het weer naar een hoger niveau te duwen. Zoals je ziet, de Eredivisie en Jupiler League is gewoon hetzelfde gebleven. En topklasse A en topklasse B is ook gewoon hetzelfde gebleven. Het grootste verschil zit hem hier, de landelijke divisie. Die hebben we erbij gedaan, zodat de beste clubs van topklasse A en B daar kunnen spelen. En dat er ook de kans is voor die clubs om te promoveren naar de Jupiler League. Maar natuurlijk ook om de clubs van de Jupiler League te laten degraderen. Ik hoop dat voor jullie in de studio en voor de mensen thuis duidelijk is. En tot de volgende keer. Lars van den Heuvel, clubwatcher van OJC Rosmalen. Hoe beoordeel jij de situatie op sportief gebied? En is de huidige selectie wel goed genoeg? Ja, ik denk dat is een hele goede vraag. Ik vind het heel moeilijk om een sportief gebied daarop te gaan oordelen. Maar de huidige spelersgroep is in mijn ogen nog niet goed genoeg. OJC is een club die heel veel met de jeugd doet. Die heel veel in het eerste met jeugdige spelers speelt. En ik denk dat ze dan toch wel een paar sterkhouders moeten kopen. Dus wat meer ervaring. Om die stap te kunnen maken. De spelersgroep is nu denk ik nog niet genoeg helaas. Ook Dennis Dekkers, trainer van OJC 1, die heeft zijn eigen mening over de spelersgroep. Ik ga de eerste zeven promoveren. En wij zijn op dit moment in de situatie dat we keihard moeten vechten om verlijfsbehoud. En dat is op dit moment ons plafond. En als we wat lange topklassen kunnen spelen en kunnen groeien in budget, in alles, waardoor je wat betere spelers in zijn totaliteit aan je kunt binden, dan is het op termijn wellicht wel te halen. Maar alleen met het beleid zoals wij het doen, veel eigen jongens, ga je het niet afleggen of ga je het altijd afleggen tegen de ploegen die meer slagkracht hebben. En is OJC bereid om te promoveren naar de hogere divisie, indien het mogelijk is dan? Sportief gezien wel. Financieel gezien wordt het een lastig verhaal, denk ik. Ik weet alleen dat je moet 8 contractspelers hebben. En we zijn amateurvereniging, dus daar ga je al mank. Dus net als veel andere amateurclubs zullen ze op dat moment de situatie bekijken. En ik hoor in de wandelgangen dat je gewoon echt 1 juli aan alle voorwaarden moet voldoen. En dat je anders wellicht teruggezet kunt worden in een aantal klassen. Nou, dan denk ik dat er veel clubs teruggezet gaan worden. Facilitair gezien wel, ja. Bij mij weet het enige waar je nog over kunt twisten, maar dat is niet van toepassing bij amateurwedstrijden, is de lichtinstallatie. Maar als je echt avondwedstrijden gaat spelen waar tv bij is, dan zou daar nog iets aan moeten gebeuren. Maar voor de rest is het grotendeels voldoende om tweede divisieniveau te spelen. Quinten Ginnenbergen, we hebben net Dennis Dekkers, trainer van OJC 1, aan het woord gehoord. Over onder andere de spelersgroep, maar ook over de licentie-eisen van de KNVB. En hij denkt dat het geen groot probleem gaat worden. Wat denk jij er nou van? Ik denk dat het voor OJC een heel groot probleem gaat worden. Ze moeten minimaal 8 spelers contracteren. Ik denk dat dat voor een amateurteam helemaal niet kan. Ze hebben waarschijnlijk de financiële middelen er ineens voor om die spelers vast te leggen. Lars, de financiële situatie bij OJC, hoe denk jij daar nou over? Ja, ik denk dat de spelersgroep toont toch wel potentie, zoals Dennis Dekkers zegt in zijn interview. Ik denk dat die jonge spelers op het moment dat die doorgroeien, dat daar de mogelijkheid wel is om die spelers te kunnen verkopen. Waardoor ze toch financieel wel de mogelijkheid zullen hebben om 8 contractspelers aan te kunnen stellen. Ja, dat zeker. Maar ook het complex. Daar worden natuurlijk altijd vraagtekens bij gezet bij clubs die nu in de topklasse spelen. Vind jij het complex naar wens? Ze hebben wel een heel groot complex. Heel veel velden. Ik denk dat het zelf toch net iets te klein gaat zijn voor topklasse. Of Jupiler League. Zo heren, bedankt voor jullie analyse. En u thuis, bedankt voor het kijken. Dit was het weer voor vandaag en tot volgende week.